Herman Theeman is gisteren met zijn proefschrift Local Factors Affecting Structures and Function of the Eyes gepromoveerd tot dokter in de medische wetenschappen. Theeman deed onderzoek naar pterygium, oftewel grumeti, dat een abnormale groei is van niet-transparant bindweefsel over het hoornvlies van de ogen. Theeman gaat in op de vraag als deze aandoening erfelijk is en of ook etnisch kan zijn. Overigens kan grumeti bij verschillende rassen voorkomen. Maar ik heb de indruk dat het bij het Aziatische, Chinese, dus dat er inderdaad daar mogelijk toch kortere afstanden zijn in vergelijking met Europeanen. Ja. Dank u wel. Groepen mensen druppelen. Het gewone hyprosal, hypromeloze oogdruppel, wat we veelal geven bij mensen die komen met klachten van pterygium, of die een pterygium hebben en klachten. En het schijnt dus wel de klachten te verminderen. Maar of het echt het pterygium dat al eenmaal bestaat weer weggaat, denk ik niet. Even je krijgt dat het de conjunctiva dan ook soepeler wordt met het druppelen. Ja. En iets minder, dus minder stug. En dus, ja, dat je dan ook minder tractie zou kunnen hebben. Theeman heeft in zijn onderzoek aangetoond dat een korte afstand tussen de rand van het hoornvlies en de binnenkant van het oog aan de neuszijde door een verhoogde spanning ook een factor kan zijn bij het ontstaan van de aandoening. Een andere conclusie van de promovendus is dat mensen zonder een UV-beschermende bril deze aandoening ook kunnen oplopen. Het is wel bekend dat brildragers, dat is vaker beschreven, die hebben minder last van pterygium. En dat kan door verschillende factoren. Het kan zijn dat het inderdaad het zonneglas is of het ultraviolet dempende glas. Maar het zou best ook zo kunnen zijn dat ze inderdaad minder oogbewegingen en meer hoofdbewegingen te maken. Omdat de rand van die bril, van het montuur, daartoe zou dwingen. Dus, maar er is nooit echt onderzoek naar gedaan, voor zover ik heb gelezen. Theeman beschrijft in zijn proefschrift de mogelijkheid om de aandoening, die vooral bij diabetes ontstaat door zwelling van het netvlies, te behandelen met insulinedruppels. Scans van het netvlies van deze patiënten tonen na behandeling met de druppels dat de zwelling afneemt.